guys! Vandaag een keer een video op zaterdag in plaats van op vrijdag. Sowieso ga ik mijn uploadschema een klein beetje veranderen. Maar dat gaat pas gebeuren in april. Maar voor nu hoop ik dat je zaterdag of op welke dag je deze video dan ook kijkt, iets leuker kan maken met wat ik vandaag ga doen. Ik heb hier namelijk deze doos. En op deze doos heeft mijn moeder heel schattig geschreven. Tekeningen, werkstukken, vrienden, boekjes en dergelijke. Deze doos zit vol met oude spullen van mij. En als ik zeg oud, dan bedoel ik niet vorig jaar. Dan bedoel ik echt van dat ik op de basisschool zit. En het leek me zo leuk om dit samen met jullie te gaan bekijken. Want, nou ja, goed, er zitten gewoon heel veel herinneringen in. Ik denk dat ik erg moet lachen om tekeningen die ik heb gemaakt. Want ik ben niet de beste tekenaar, maar ik vond het wel heel leuk om te doen. Dus ik zou zeggen, laten we kijken naar mijn oude schoolspullen. Ik heb hier eerst nog een andere doos en hier zitten agenda's in. Deze had ik in groep 8. Hoe overleef ik mijn huiswerk? Er staat echt helemaal niks in. Of ja, een paar dingen. Maar dit is wel vet grappig. Kijk, ik heb een foto van mezelf. Toen wist ik net hoe je foto's moest bewerken in zo'n programma op de computer. En blijkbaar was ik erachter gekomen hoe sommige kleurinstellingen werkten. Want kijk wat ik heb gedaan. Allemaal foto's van mezelf in andere kleuren. Maar dit was ik in groep 8. Klein smurfje. Oh ja, dan schreef ik zo mijn naam. M-I-I. Mie. Is dat nu niet hoe die poppetjes heten bij de Nintendo Wii? Mies? Wow. Echt helderziend. Oké, dus je had hier ook zo'n onderdeel waar je vrienden in kon laten schrijven. En heb ik hier bij mezelf geschreven. Dat is natuurlijk al een klein beetje zielig, maar ik vond het altijd gewoon vet leuk om die lijstjes in te vullen. En heb ik zo geschreven. Ik hou van dieren, lol, muziek, vrienden, zwart. Pavo muziek, rock, soms Gothic. En hier heb ik zo getekend. Avril Lavigne rocks. Echt leuk, mijn allereerste agenda. Dan was dit mijn tweede agenda van Ruby Gloom. Ik heb hem helemaal verpest zoals je kan zien. Echt overal ingeschreven en omlijnd met zwarte stift. Hier heb ik ook allemaal aantekeningen gemaakt met zwarte stift. Kijk, oh my god. Ik heb overal waar ik al eerder in had geschreven, heb ik met zwarte stift er aan het einde van het jaar allemaal dingen bijgeschreven. Dit is niet zo boeiend dus, maar dit was mijn tweede agenda. Oh, ik maak een foutje. Dit was mijn agenda in groep 7. Dit was hem in de eerste klas, maar ik heb er ook nog eentje van groep 8. Dat is deze, ook van Ruby Gloom. Je hebt zo in het begin zo'n lijstje wat je in moest vullen. Ik ga het even niet laten zien, want er staan allemaal telefoonnummers en dingen bij. Er staat zo, allergisch voor. En heb ik ingevuld, naalden en irritante mensen. Oh, hier heb ik wel foto's in geplakt. Yes! Oké, dus de foto's die je net van mij zag, dat was ik in groep 7. Nu ga je me zien in groep 8. Ik ben al een beetje voorbij de schaamte, maar ik vind het toch altijd spannend om dit te laten zien aan mensen. Yep. Een heel mooi jurkje. Toen heb ik een keer een fotoshoot gedaan met Saske. Hier ook. En hier heb ik weer die kleurbewerking gedaan bij mezelf. Dit zijn ook nog een paar van mijn persoonlijke favorieten. Ik vond het heel leuk om zo'n bliksem onder mijn oog te tekenen met oogpotlood. Hier had ik mezelf gemaakt in zo'n poppetje. Ja, yeah, what can I say? Ik was gewoon een alternatief meisje dat hield van alternatieve dingen. Hier heb ik allemaal van die plaatjes. Hey, hier staat Panic at the Disco al in mijn agenda. In groep 8. Hoeveel jaar is dat geleden? 10 jaar geleden. Toen nog fan van Panic at the Disco. Love it. Op naar de vierde agenda. Deze is, ja, wat is dit? Iets schattiger, maar ik heb het een beetje scary gemaakt door hier met zwarte stift allemaal dingen erbij te tekenen. En ik heb een stuk van mijn agenda afgeknipt. Oké, dus hier begon ik fan te raken van Japanse dingen. Dus dat zie je ook hier een beetje. Hallo, welkom in mijn kawaii agenda. Deze agenda is cooler dan jij ooit zal zijn. Lekker puh. Ja, ik denk dat deze het leukste is om te laten zien, want toen ik deze agenda had, zat ik al op YouTube. Dus dit was in de derde klas. My Life is Sweet agenda. Kijk nou, ik kom een tekst van David Bowie tegen. We could be heroes, just for one day. Allemaal teksten van de Jonas Brothers. Oh, dit vind ik leuk. Er staat hier, Ryan replied to me at Twitter. Ryan was de pianist, als ik het goed heb, van de Jonas Brothers. Toen had hij naar me gereageerd op Twitter. Het was helemaal hot in de botel. Dat waren de agenda's. Nu op naar de betere dingen. We gaan het namelijk hebben over mijn werkstuk. Over tijgers. Dit is nog ineens het grappigste. Kan je geloven dat ik ooit een werkstuk heb gedaan over Habbo Hotel? Can you believe this? En wat heb ik gekregen voor cijfer? Oh, ze werkte niet met cijfers op de basisschool. De beoordeling was voldoende of onvoldoende. En ik heb een voldoende gekregen. Maar kijk nou. Helemaal over Habbo Hotel en hoe het vroeger was. Ik heb ook een keer een werkstuk gemaakt over Wicca, over moderne hekserij. En ook nog eentje over stokstaartjes. Oh man, ik kom nu dingen tegen. Dit is een boekje van mij vanuit groep 4. Hier staan allemaal tekeningen in. Het spekkiekind. Het zuurtjeskind. Het blokkenkind. Het ijsjeskind. Ik was blijkbaar bezig met allemaal soort kinderen tekenen. Cartoon. Oké, dus ik teken heel vaak dit soort poppetjes. Dit is blijkbaar Sasha en dit is Willy. Dat is hele wijde broeken. En dan hadden meisjes altijd een blote buik. Er stond op zijn shirt no smoking. Vind ik ook wel heel grappig. Dit is een boekje uit groep
8. Dit is een tekening. Dit had ik nagetekend van mijn agenda. Oh, en dit is een songtekst van Simple Plan. En daar heb ik een hele depressieve tekening bij getekend. Ik weet niet uit welk jaar dit is, maar dit is ook vet leuk. Lief dagboek. Oh, je kan niet lezen. Lief dagboek. Ik ben op vakantie geweest en veel dieren gezien. Een rat of een muis? Hij zag er zo uit. Een rat of een muis. Ik heb hier een vriendenboekje. Oh, hier was ik echt nog heel klein. Dit is nog een andere foto. Ik vind dit zo lief. Mijn moeder heeft hierin geschreven. En dan zegt ze bij haar grootste wens, oma worden. Oh, zo lief. Oké, dus dit is iets wat ik echt super vaak deed vroeger. Personages verzinnen. Ik verzon een... Gewoon een... Wow. Ik verzon een vrij simpel verhaal. En dan ging ik niet het verhaal uitwerken. Maar dan ging ik wel alle personages die in het verhaal hoorden, ging ik uitwerken. Dus dan ging ik van allemaal een tekening maken. Dus hier zie je zo allemaal mensen met namen. En dan staat hieronder wat ze zijn. Dus bijvoorbeeld Hans is de kok en de butler. Rosa is schoonmaakster. En Yvonne is een vriendin en een gitarist. Oh, dit was een band waarschijnlijk. Hier heb ik een vliegtuig getekend. Ik ben echt een natuurtalent, zoals je kan zien. Ik denk dat ik hier wel 2 delen van kan maken van deze video. Want ik heb echt nog de hele doos vol liggen. Ik vond dit altijd zo grappig. Zet ik zo erbij. Bad girl. Vond dit gewoon zo stoer. Doodhoofden, korte, felle haren. Oh, dit is ook vet. Kijk, ik heb hier een huis getekend. En vervolgens zit dit erachter. Dit is de plattegrond van het huis. Dit deed ik ook altijd. Moet je kijken wat hier staat. Dit is de slaapkamer. En er staan hier dus allemaal verschillende bedden waar je op kan slapen. Dus dan staat er zo, matje, gewoon bed, luchtbed, stapelbed. Hey, deze vind ik best cool gelukt. Dit is een ork. Een ork uit Lord of the Rings. Juf Ria als prinses. Ik had een juf die heette Ria. Heb ik er als prinses getekend. Cool car. Hele lange auto. Oogdicht tekeningen. Ging ik zo met mijn ogen dicht tekenen. Dit deed ik ook vaak. Kleding ontwerpen. Hele pagina's vol met broeken. En met shirt. En schoenen, uiteraard. En wederom weer een van deze poppetjes. Ik tekende dit zo vaak. Dit was echt mijn lievelings. Dit is het laatste wat ik ga laten zien. Maar ik moet het even laten zien, want het is zo mega schattig. Dit is een receptenboekje wat ik heb gemaakt voor mijn moeder. Voor mama van Teske. 6 drinkreceptenboekje. Ik was en ben trouwens echt dol op mijn moeder. Maar echt gewoon, als zij wegging, als zij op vakantie ging of een weekendje wegging, dan maakte ik altijd cadeautjes als ze weer thuis was. Dus dit zat er in het boekje en er staat op, lieve mama, welkom thuis. Dit is een drinkreceptenboekje. Alle recepten die hierin staan mag je proeven. Kiss Teske. En dit is in 2004, dus ik ben hier 8 jaar. Maar dit is het grappige, het zijn helemaal geen recepten. Dit is bijvoorbeeld dan een recept en heb ik hier allemaal soorten drinken staan. En staat hier alles bij elkaar gooien. Klaar. Koude siroop, dubbel. Water. Frambozeslimonade. Dik sap. Alles bij elkaar en in de koelkast. Dit is het allermooiste. IJskoud water. Water. Water in de koelkast doen. En dan hier de zaakjes. Het is niet echt een recept, maar ik wist niks meer. Het is echt zo mooi. Ik ben zo blij dat mijn moeder dit allemaal heeft bewaard. De doos is nog lang niet leeg. Dus ik kan hier nog makkelijk een deel 2 en misschien wel een deel 3 van maken. Dus laat even weten of je dat leuk zou vinden. Dan ga ik hierna gewoon nog een video maken met allemaal oude spullen erin. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben ook benieuwd of jullie nog oude spullen van jezelf thuis hebben liggen. En of je die af en toe nog wel eens bekijkt. Love you guys. Heel veel hartjes. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer.